Week 8. 2 Minute Tuesday, daar gaan we weer. En deze week gaan we iets heel vets doen. Ja, nou. Hij heeft zijn zonnebril weer in zijn haar zitten. Oh. Daar is Jasper Stegeman, Jasper! Goedemiddag. Jasper is de hoofddirecteur deze week. Hoe gaat het deze week, Jasper? Ja, hartstikke best. Hey, gaat er nog wat spannends gebeuren vandaag? Zeilen. Hard ook, jongen. Keihard. Ja. Kijk maar! Alright, I'm ready now, I ain't gonna fall back now. Alright, I'm taking on me. Ja, ik stond dus net bij Jasper en bij Floris. Maar moet je kijken, moet je even naar Floris kijken. Hier, deze gast hier. Het is toch zo'n band met deze bootje, hoor. Dat is echt niet normaal. Deze week heb ik hulp van Tessa. En Tessa gaat even iets laten zien. Want deze week, als je gezien hebt, het waait best wel hard. Mm-hmm. En als het hard waait, kan je nog steeds heel goed zeilen. Ja. Maar je wil natuurlijk niet omvallen met je zeilboot. Ja. Wat kan je daar dan aan doen? Je kan jezelf kleiner maken. Jezelf wat kleiner maken. Kan ik dat leren in 2 minuten? Zeker. Ja? Dat is mijn favoriet. Heb jij ook cursisten die daar mee kunnen helpen? Ja. Ja? Waar zijn die? Op terras. We zijn aan het lunchen. Oké, okay, we gaan even naar het terras, kijken of ze er zijn. Bekend gezicht. Ja, Florentien. Weet je wie dat is? Dat is Florentien Lijstjes. Die deed vorig jaar nog mee met de Q&A. Huh? Instagram, Florentien Lijstjes. Ja! Ja! Volg hem nog even, Florentien Lijstjes, Instagram. Promoten. Ze wil 20 volgers erbij. Ja, dat is mijn doel. Ja? Nog meer mensen die volgers willen? Shoutout. Nou, ja. Er willen geen mensen shoutouts deze week. Ja, kan gebeuren. Je wesp gaat weg. Ik heb een beetje last van wespen hier. Waar zijn je cursisten? Daar? Ja. Joppe. Even draaien. What's up, Joppe? Hallo. Hoi. En wie nog meer? Thomas. Hi. Hallo. What's up, Frits? Het waait best wel hard. Ja. Nou, dan kan je nog steeds zijn, toch? Zeker. Alleen Tessa zei, het is dan verstandig, wat zei je nou net? Om jezelf kleiner te maken. Om jezelf kleiner te maken. Waarom? Heb je meer controle over je boot? Ga je minder hard? Wow, het waait echt hard. Net waarde mijn petje af, hé. Echte Friesland pet. Oh, mooi. Waar houden die? Bij de Spar. Ja. Bij de Spar in Woudcent. Tessa, daar kan je hem kopen. 12,95. Wel een mooi petje. Ja. Wat vinden jullie ervan? Ik vind zo'n rechte klep het mooiste. Als je hem leuk vindt, doe even duimpje omhoog. Kijk eens wat hier ligt. Oh, God. Zou we het daarmee kunnen doen? Ja. Oké, okay, kijkers, ik heb het een klein beetje voorbereid. Sorry, het komt niet heel spontaan over. Er liggen daar allemaal valken. En, ik had net aan Sjoerd, instructeur Sjoerd, gevraagd welke valk kunnen we het beste gebruiken. Want toen zei hij, nou, we leggen er wel eentje even heel mooi neer. En toen heeft Sjoerd deze valk hier neergelegd. Ja. Ik geef het woord nu even aan Tessa. Tenminste, ik zal de camera draaien en dan hoor je Tessa. En dan mag Tessa even uitleggen, samen met jullie. In 2 minuten, hoe je dat zelf dan kleiner maakt. Oké. Tijd gaat nu in. Ik vind dat er 3 stappen zijn voor het reven. Je doet voor, doe je het ringetje door een haakje, dat zal ik zo even laten zien. Dan heb je achter heb je een ringetje waar de smeerreep doorheen gaat. En dan kan je het zeil strak trekken. Vervolgens rol je het zeil op, zodat je netjes, zodat je het losse stuk wat je er eigenlijk uithaalt, zodat je dat netjes opbergt. Ja? Dat doe je met elastiekjes. Wist jullie al of niet? Natuurlijk. ik doe deze altijd even de spruit en de kraanlijn aan elkaar vast. Zodat als je met meerdere boten naast elkaar ligt, dat je niet hebt dat de gaffel iemand anders van boord maakt. Ja? En ik vind het handig om de klauw en de piekenval allebei ietsjes omhoog te doen. Ja, zo. Ik wil er overheen kunnen kijken, dus iets later. Ja, mooi. Oké, je kan dus 2 keer reven. We doen nu de eerste. En dan is het belangrijk dat je het juiste haakje aan de voorkant vindt. Dit is dus eigenlijk, we beginnen nu met stap 1. Dan ga je dus vanaf de onderkant
op zoek naar dat eerste haakje. Naar het eerste ringetje. Waar is die dan? Ja, ik zoek hem ook. Ik denk dat het deze is. En dan doe je dit ringetje door deze haak. Yes. Oké. Okay. Okay. Stap 2, jongens. Volg je nog, Joppe? Ik volg het helemaal. Volg jij het nog? Ja, een beetje. Zeker. Okay. Moet, waar moeten we heen? Naar achter. Ja, sorry. Naar het uiteinde van de griep. Want we hebben hier twee smeerrepen zitten. Voor elk rif 1. Daar ga je brood mee smeren. Ja. Dit is iets van het tweede rif en we doen nu het eerste rif. Dus dan haal ik de smeerreep even van deze kikker. Wat is de smeerreep? Dat is het lijntje, het zwarte lijntje. De touwtje? Ja. Oké. Okay. Lijntje. Lijntje? Ja, zit maar lijntje. Rood. Lijntje. Zoeken we de ring van het eerste rif. De ring van de eerste rif? Aan de achterkant. Touwring. Touwring. Ja. Dat is een ring. Oh ja, oké. Okay. Ja. Deze, omdat we het zelf een beetje omhoog hebben gedaan, kunnen we kijken of het inderdaad die van het eerste rif is. Als je nu zo kijkt, zie je daar het tweede rif zitten. Ja. Dus maar laten we zien, Thomas, waar zit dat? Hier zit het. Ah, dit is ook een ring. Ah, ik zie het. Ja. Die is van twee rif. En we doen één rif? Ja, we doen nu één rif. Vandaag. Anders halen we het niet in 2 minuten. Nee, inderdaad. Dus, niet. Ja. Okay. Dus doen we de smeerreep door het ringetje heen. Smooth hoor. Ik vind het fijn als het heel netjes is. Oh, ik ben ook iemand van netheid. Ah, mooi. Nee, gewoon niet. Nee. Dus ik doe hem altijd even door de kikker. Dus hij gaat van stuurboord door het ringetje en dan naar bakboord. Ja. Achter op de giek. Dan haal ik hem door de kikker heen. Onder de giek door. Weer door dit ringetje. En dan weer door het ringetje in het cel. Voor de trouwring? Ja. Waar is dat ringetje dan? Joppe, al die is ervoor gaan. Ja. Oh, nou zie ik het. Hij loopt hier zo door, hier doorheen en dan aan de achterkant zit hij in die kikker. Zoiets. En dan trek je het een beetje aan. Ja. Nu mag Joppe hem even aantrekken. Oh, Joppe kan hem gelijk aantrekken. Ja. Oh ja. En het mooie is dat als je hem 2 keer laat lopen, dat je dan meer kracht kan zetten, waardoor je jezelf strakker kan hebben. Naar achter toe. Ja? Maak maar vast. Vast. Oké, okay, en nu? Zijn we nu klaar? Nee, dit was stap 2. En stap 3 is dat je dit stukje zelf, wat we dus uit hebben gehaald, oprolt. En ik doe hem altijd naar binnen. Want als je hem naar binnen doet, dan komt de regen er niet in. Als het regent. Oh, je gooit het nu even aan de andere kant van de paal? Ja. Van de giek, sorry. Ik rol deze altijd naar binnen op. Ik rol hem even heel strak op. Dan kan ik het tweede rif nog gebruiken. Als het dus nog harder gaat waaien, dan kan je er nog een tweede rif bij doen. Ja. Maar zijn we er of niet? Zijn we helemaal klaar nu? Ja. Ja. Deze dat, moet er ook vast. Kijk. Dat is in 2 seconden gebeurd. 2. Teamwork. Oké. Dat was hem! Tik hem even aan. 2 minuten! Reven, heet dat toch? Ja. Ja. Goed, oh nee, ik ga nog even het Q&A doen. Want dat hadden we gisteren aangegeven. Dat doen we even met een paar dames die daar zitten. Gaan we even kijken of er wat vragen binnen zijn gekomen. En dan zeg ik, tot de volgende keer. Later. Yo. 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 Gabbers. Gabbers. Vlog. Ik bedoel, afsluiting van de vlog. Afsluiting van de vlog. We gaan de vlog afsluiten. De 2 Minute Tuesday. Er is 1 dingetje niet helemaal gelukt. En dat is de Q&A. Helaas. Helaas. Maar, ik heb wel een idee. Ik geef nu een oproepje voor volgende week. Volgende week besteden we even wat tijd aan de Q&A, want die hebben we vorig jaar gedaan. Maar er waren een aantal vragen van bijvoorbeeld deze 2. Gaan we dat dit jaar weer doen? Dus bij deze, volgende week in de 2 Minute Tuesday zit een klein stukje Q&A. Laat even een reactie achter als jij een vraag hebt. Hieronder kan dat. Ja. En dan kunnen we die meenemen voor volgende week. Ja, doe het allemaal. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal. En wij zien jullie volgende keer. Zie je. Later. Doei. Wat is dit nou even, Dantje? De Kiki Challenge. Oh, dat is de Kiki Challenge. Kan dat in het filmpje als we die doen op de boot? Oké, ze doen nog even de Kiki Challenge. Speciaal voor deze week. Omdat ja! De week 8 is. Oh, party day.